Hallo, welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is zaterdagochtend. Nee, het is helemaal niet zaterdagochtend. Het is donderdag. Nee, het is vrijdagochtend. En de kids zijn lekker thuis. Op vrijdag zijn ze altijd vrij. Ik ben de was even aan het opvouwen. Ik heb goede hulp, hè? Jij ook namelijk, ja. En hier is onze Nick, die is aan het kleuren. En op de achtergrond hebben we kleuterliedjes op staan. Dezelfde? Ja, dezelfde moeten we bij elkaar zoeken, hè? Piet, Piet, wat een verdriet. Oh! Wat is er nou? Lea slaapt, althans ze ligt op bed, ze is nog aan het zeuren. Nicky die is aan het bouwen. Wat ben je aan het bouwen, lieverd? De muur van Babel. De muur van Babel. En ik ga even twee blouses of hemden van Maarten wegstrijken. En ik ben heel trots op mezelf. De kachel is nog steeds aan. Maarten heeft die vanochtend aangemaakt. Heel vroeg. Heeft de bakje gevuld. En is het me gelukt om hem aan te houden. Het is lekker warm hier. De vrijdagmiddag vibes zijn begonnen. Nog een stoel. Nog een stoel, ja, want papa komt zo. Lea heeft even een treintje gebouwd. Papa ook. Ja, papa komt ook zo, hè. En ik die toe. Goed zo. En Nicky ook en toe. Deze is van Nick. Okay. Hallo, het is zaterdagochtend. Ik ben beneden met de kids, maar ze slaapt nog eventjes. Ik dacht dat we misschien een roadtrip konden maken vandaag. Dat betekent dat je met de auto weggaat. En papa en mama hebben, toen ze nog jonger waren, toen ze op de grote school waren en student waren, in Nijmegen gewoond. Dus het leek mij super grappig om daar nog eens naartoe terug te gaan met jullie samen. Dan kunnen jullie eens zien waar wij gewoond hebben. Yes! Lijkt je dat leuk? Ja. Dan ga ik eens papa vragen wat hij ervan vindt. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja? Ik heb een idee. Ga je met ons mee op een roadtrip? Oké. Inpakken en wegwezen. Maarten vindt het ook een leuk idee. We gaan naar Nijmegen. Papa vindt het ook een leuk idee. Ik zal jullie even iets vertellen over onze geschiedenis met Nijmegen. Toen Maarten zijn opleiding tot... Wat het na de hoeveelheidsopleiding? Toen hij hier had afgerond, is hij gaan studeren in Arnhem. Ik had toen net mijn eerste jaar op de Hogeschool Zuid als logopedist in Heerlen achter me. En ja, Maarten die zou dan naar Arnhem gaan. En toen zei ik, hallo, ik ga mee. Dus toen zijn we nog even tussendoor getrouwd. Hebben we een studentenbruiloft gehad, superleuk. Dus we hebben zo'n 2 jaar daar gewoond. Tot ik ziek werd. En toen heb ik het laatste jaar, dat was ook een stagejaar, een scriptiejaar volgens mij. Heb ik in ieder geval vanuit thuis gedaan. Zuid-Limburg weer. We gaan gewoon even back to the root, wil ik niet zeggen, maar back to memory lane. Die zon naar boven verdieping, hè? Kijk, Nick. Daar in het Witte Huis. Oh, daar een balkonnetje. Daar boven hebben we gewoon. Kijken of het bakkertje er nog is, waar we wel eens lekker broodjes haalden. Zitten jullie goed? Ja. Papa was nog even koffie halen. Even kijken, wat hebben we allemaal? Die is van mij. Oh, nee, ja, kijk eens, een hele grote. Met chocola. Met chocola. En Nicky, wil jij een chococroissantje? Ja, hij is hier. Proost, jongen. Waar ben ik weer? Waar ben je weer? Met de hik. Jullie hebben allebei de hik. Kom eens zo naar buiten kijken. Zie je dat? Look at...
en mooie, lekkere herinneringen gehad. Dit weer is echt ons weer, zeggen we altijd. Want in maart kregen we verkering. Ik ben moe. Ja, moet je bij nek? En eerst gingen we dus daten. Gingen we lekker naar de stad samen. En ik weet nog dat we een broek voor je kochten, schat. Weet je dat nog? Zeg je mee? We gingen een broek voor je kopen. Ja. Nog voordat we verkering kregen. Dus zodra het lente wordt, dan hebben wij nog extra kriebels. Even naar een tunnel, Nicky. Die tunnel die heeft papa met zijn werk gebouwd. Dan wil ik even kijken hoe die nou eruit ziet. Zullen we daar even gaan kijken? Ja. Oké. Daar zit de projectleider van het geheel. Allemaal herinneringen. Elk hoekje, elk probleempje, elk uitdaging. Mama's eventjes frietje bestellen. Mama heeft het super gezellig bij de mensen van de kerk waar wij toen geweest zijn. En nu, wat gaan we nu doen, jongens? Nee, naar de McDonald's. Nee, dat kan echt niet. Hi, het is zondagmiddag. We hebben niet heel veel gevlogd vandaag. We hebben ook niet veel bijzonders gedaan. Wat planningsdingetjes gedaan. Agenda's met elkaar vergeleken voor deze week. En voor de komende tijd. En dan heb ik weer zo'n roostertje gemaakt. Zo'n weekplanning. En de temperaturen zijn eindelijk wat milder. Dus dat is echt heerlijk. Maarten is even lekker buiten met de kindjes. Maarten vindt het heerlijk om buiten te rommelen als die weekend heeft. En ik ga nu even lekker eten maken. Vrij makkelijk. Pasta met zalm en spinazie. Nick heeft wat kunstwerkjes gemaakt. Hier een grote raceauto in de woestijn, zei hij. En ook Maarten heeft getekend. Ik vind echt dat hij goed kan tekenen, al die details. Echt grappig. Lea komt net binnen en zegt, mama, ik moet een doekje hebben. Ik zeg, oké, waarvoor dan? Voor de schommel. Het blijkt dat Maarten zei van, zij wilde schommelen. Dat is zo'n schom die hangt in de boom, die moet dan helemaal losgemaakt worden. En kennelijk heeft hij gezegd, ja die is nat, dat gaat nu niet. Dus ik loop naar buiten, zo papa, ik heb een doekje voor de schommel. Nu is volgens mij Maarten de schommel eraf aan het halen. Zo kom zo makkelijk, kom je er niet meer vanaf Maarten? Ik zeg tegen haar, ik zeg ik wil schommelen, ik zeg gaat niet, want de schommel is vies. Dat dacht ik al. En toen ging ze een doekje halen. Maar nu gaat het niet, want de trampoline zit vast. Oh. Want die kunnen we natuurlijk niet losmaken. Nee, dat gaat niet. Nee, hè, Lea? Wil je een beetje schommelen? Ja. Vind je het niet eerlijk? Nee. Oh. Prachtig, die leeftijd. Echt super grappig. Hoe doen jullie dat eigenlijk met boodschappen? Gaan jullie gewoon de winkel in en loop langs de schappen en je laat wat in? Of doen jullie dat per dag? Ik merk dus nu dat ik meestal op zondag een lijstje maak, omdat ik dus op maandag of dinsdag de boodschapjes ga doen. En dan kijk ik even de kasten in en wat ik nodig heb, dat schrijf ik op. Oh. Maar heel vaak laat ik, of heel vaak gebeurt dan wel, dat ik het briefje thuis laat liggen. En dan ga ik, moet ik het gewoon zonder doen. Maar eigenlijk wat ik sowieso altijd doe, is als ik in de winkel ben, dan loop ik echt schapje voor schapje, ieder schapje af. En later in en op het einde van de rit kijk ik dan nog op mijn briefje van heb ik alles of ben ik nog iets vergeten. Ik vind het wel interessant hoe andere mama's of in ieder geval mensen dat doen. Let me know. Maarten is na de vergadering. De kindjes liggen lekker te slapen. Die heb ik net even nog een bad gedaan. Ik heb een lekker kopje thee. En ik maak nog een havermoutpapje als toetje. En dan ga ik nog even wat editen denk ik.
Jongens, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. En wellicht tot de volgende vlog. Doei doei!